was een hoofdpijndossier van je welste. De aanschaf van de Joint Strike Fighter, nu beter bekend als de F-35. Politiek Den Haag leek het maar niet eens met elkaar te kunnen worden en de aanschafkosten liepen snel op. Uiteindelijk is gekozen voor een programma van 4,5 miljard euro, waarvan 37 nieuwe toestellen kunnen worden aangeschaft. En hier zijn ze aan het oefenen met twee van die F-35's die uiteindelijk in 2019 naar Leeuwarden worden gevlogen. We zijn op de Edwards Air Force Base in de Mojave-woestijn in de Amerikaanse staat California. Zo'n 40 Nederlandse luchtvaartmilitairen zijn hier gestationeerd om met de nieuwe F-35 toestellen te werken. Hier begint Edwards Air Force Base feitelijk al, maar je moet nog kilometers door deze woestijn rijden om bij die eerste grote controlepost te kunnen komen. Maar daar mag je absoluut niet filmen. En wij vertrekken hier vandaan om over 20 minuten aan te kunnen komen bij die Nederlandse missie op de basis. De Telegraaf mocht 3 dagen meekijken hoe onze jongens en meiden met de nieuwe straaljagers leren werken. Maar omdat er angst is voor spionage, mochten we voor deze serie niet zomaar alles in beeld brengen. Nou, op zo'n basis heb je natuurlijk tal van veiligheidsmaatregelen. En één iemand die daar ook verantwoordelijk voor is Bob. We noemen ook geen achternaam, dat heeft ook met veiligheid te maken. Ja, klopt. Waar moet je allemaal wel rekening mee houden, bijvoorbeeld zoals wij die hier aan het filmen zijn? Er zijn heel veel dingen die je wel kan laten zien, maar er zijn ook best wel een aantal dingen die kun je niet laten zien. Er gebeurt op zo'n vliegveld als hier heel veel. Men is nog steeds bezig met de ontwikkeling van het vliegtuig, de doorontwikkeling van het vliegtuig. Hè. En daar zijn ze toch wat zuinig op, want je wil natuurlijk niet dat die capaciteiten al bij de tegenstander bekend zijn voordat we ze überhaupt zelf hebben op ons vliegtuig. Jij houdt je met die veiligheid bezig. Ondertussen is er ook hier iemand vanuit Amerika die met ons meeloopt als we filmen. Ik heb mijn telefoon netjes nu in mijn zak, want dat mag ik ook niet pakken. Ja. Leg nog eens wat meer regels uit. Nou ja, dat zijn voorbeelden van Amerikaanse regels inderdaad, die zij ingesteld hebben om juist hier die ontwikkeling van het programma goed en veilig te houden. Wij moeten jullie begeleiden bijvoorbeeld. Jullie kunnen hier niet zelf zomaar rondlopen. Het is niet alleen de security mensen die daarop letten. Echt iedereen is bezig met security. Foto's kunnen we niet overal maken. Inderdaad, telefoons mogen wij zelf hier ook niet zomaar gebruiken. Je mag zelf hier ook niet zomaar even nu gaan bellen? Nee, ik mag zelf hier nu ook niet bellen. De aanschaf voor de F-35, die momenteel zo'n 90 miljoen euro per stuk kost, is politiek gezien altijd een heet hangijzer geweest. De Amerikanen ontwikkelden het toestel als vervanging voor ruim 2000 van hun straaljagers. Er zijn 3 verschillende types ontwikkeld. De A, het standaardtype voor de Air Force. De B, voor het marinekorps, die verticaal kan landen en opstijgen. En de C, voor de Navy, die vanaf vliegdekschepen kunnen opereren. Nederland koopt dus alleen het A-type, zoals ze nu naar uitziet. En in totaal 37 stuks. Kolonel en piloot Albert de Smit is de baas van het Nederlandse trainingsprogramma in Amerika. Waarom wilden we eigenlijk de F-35? We wilden de F-35 omdat we met z'n allen concluderen dat de F-16 heel intensief gebruikt is als jachtvliegtuig over de laatste zoveel jaren. En enerzijds werd dat technisch oud. Ik wil niet vergelijken met de Commodore 64, maar het is gewoon wel een fighter die stamt uit de jaren 70. De verschillende missies die we nu ook uitvoeren met F-16, daar zien we verschuiving in. Dat er noodzaak is om op een iets andere manier die missies uit te voeren. Dat er in een omgeving wordt opgetreden die veel vijandelijker is. In de zin dat er veel meer systemen zijn die een jachtvliegtuig levensduur kunnen maken. Nou, daar zagen we dat de F-16 langzamerhand hopeloos aan het verouderen is. De F-35 wordt ook wel een vliegende supercomputer genoemd, omdat het vol zit met softwaresystemen. Er is al enorm veel over gezegd en over geschreven over die F-35. Het zou een soort meerkamper moeten zijn die goed is met gevechten in de lucht en bijvoorbeeld ook met bombardementen op de grond. Een van die belangrijkste capaciteiten is dat hij stealth is. En dat betekent dat tegenstanders in de lucht hem niet kunnen zien. En dit is ook een bijzonder ding. Een soort alleszient oog waarmee enorm veel data kan opgeslurpt worden. Mij wordt wel eens verteld dat je hem ook kan vergelijken met een soort meerkamper. Hij kan alles dan een beetje. Maar sommige mensen zeggen dan ook heel kritisch van waarom blinkt hij niet uit in zoveel orde? Dat is zo. Als we zo groot zijn als de United States Air Force op de Amerikaanse luchtmacht, dan kun je voorloven om heel veel verschillende fighters en bombers te hebben. Dat kunnen we niet betalen. Dus we zoeken juist een apparaat, een heel divers, multi-inzetbaar toestel. Wat zoveel mogelijk kan. Omdat we niet weten wat de missie over een jaar wordt, wat die over 5 jaar wordt en wat die over 10 jaar wordt. Dus als we zo breed mogelijk inzetbaar zijn, dat is denk ik een hele verstandige keuze. Er zijn al F-35'ers operationeel die de Amerikaanse luchtmacht langzaamaan inzet bij de missies. Maar voor Nederland is dat nog niet zover. Er moeten nog heel wat tests gedaan worden voor de piloten. En ook nieuwe wapensystemen zoals het boordkanon moeten uitvoerig worden getest.
En ook het grondpersoneel moet leren om te gaan met dit hypermoderne toestel. De F-35 wordt hier getest door 4 landen. De Amerikanen, de Britten, Nederland en Australië. Die je kan zien als je hier rechts afgaat. En omdat Nederland zo vroeg gestart is in het project, zijn er nu al meer dan 1000 vlieguren gemaakt. Wat wij hier in test succesvol vinden, is als wij problemen ontdekken. Want als we ze nu vinden, dan vinden we ze niet later als we er eigenlijk op misschien wel te laat is. In een missiegebied of waar dan ook. We willen juist problemen, issues, tekortkomingen willen we juist ontdekken. Wat er allemaal bij de training en het onderhoud komt kijken, dat zie je in de komende afleveringen.